Hey daar, mede paddleboarders. Als je op zoek bent naar een nieuw avontuur, hebben we iets nieuws voor je. Vandaag testen we de Wowsea Flyfish F1 om je een volledige blik op dit unieke paddleboard te geven. Van het oppompen tot het aanbevolen maximale gewicht, we gaan alle aspecten bekijken. Ik ga je zelfs laten zien hoe stijf dit bord is door het op een paar zaagbokken te leggen met mijn volledige lichaamsgewicht. We gaan dus diep in op dit paddleboard. Maar voordat we beginnen, vergeet niet dat je de huidige prijs van de Wowsea Flyfish F1 kunt controleren door op de eerste link in de videobeschrijving hieronder te klikken. Laten we er nu direct induiken. Wowsea is een bekend merk in het paddleboard-universum. Ze worden gewaardeerd voor hun hoge kwaliteit in de kosteneffectieve beginnersklasse. De modellen van het merk zijn zeer gewild, met hun allround borden die door ons ten zeerste worden aanbevolen vanwege hun uitstekende prijs-prestatieverhouding. De ster van vandaag, de Flyfish F1, is geen uitzondering. De Wowsea Flyfish F1 is 335 cm lang en 81 cm breed. De touringvorm in combinatie met de allround breedte en 2+1 fin installatie maken het een veelzijdig paddleboard. Dus of je nu een casual paddelaar bent of zelfs met je kinderen of partner wilt gaan paddelen, dit board gaat je goed van dienst zijn. Dit board gebruikt een klassieke constructiemethode met dubbele laag. Het weegt ongeveer 11,3 kg en is behoorlijk duurzaam. Toen we het bord op een paar zaagbokken legden, liet het een indrukwekkende hoeveelheid stijfheid zien. Deze stijfheid zorgt voor een geweldige paddelprestatie. Na onze eigen berekeningen en tests denken we dat dit paddleboard het beste is voor een maximale paddelaargewicht tussen 100 en 110 kg. De Wowsea Flyfish F1 wordt geleverd met verschillende handige accessoires. Het duurde bij ons ongeveer 5 minuten om het volledig op te blazen met de meegeleverde pomp. Naast de pomp bevat het pakket een rugzak, shoriem, drievoudige pedal, pin, gewonde leiband, een 10 liter drogetas en een reparatieset. De rugzak is vrij comfortabel en handig en de pedal is behoorlijk duurzaam. Als je een ambitieuze beginner bent of een gevorderde peddelaar op zoek naar iets veelzijdigs, is de Wowsea Flyfish F1 voor jou. Dus of je nu peddelt voor de ontspanning of hunkert naar wat avontuur op het water, dit paddleboard is zonder twijfel een goede keuze. Samengevat is de Wowsea Flyfish F1 een kwalitatief hoogwaardige, veelzijdige en betaalbare keuze voor een geweldige paddleboardervaring. We waren behoorlijk onder de indruk van het evenwicht, de bouwkwaliteit en de algehele prestaties. Nu is het jouw beurt om het uit te proberen. Klik op de link hieronder om de huidige prijs te controleren en maak je klaar voor je volgende paddleboardavontuur.